En we zijn live bij welkom bij deze 57e webtalk van Elaat. Mijn naam is Erik Verkaathoff, ik ben hoofdcommunicatie bij Elaat. En Elaat is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. Elektrificatie van bouwmateriaal is een belangrijke ontwikkeling om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken. Netbeheerders spannen zich in om de bijpassende stroomvoorziening veilig en maatschappelijk verantwoord te faciliteren. Maar hoe gaan we al dat bouwmateriaal van stroom voorzien? Vandaag gaan we het daarover hebben. Presentaties van Flip Oude-Weerlink van Elaat. Welkom Flip. En van Tobias Sturker van Eni. Welkom Tobias. We kunnen zo meteen ook weer, het publiek kan zo meteen weer vragen stellen. Dat kan in de questions box, wordt erg gewaardeerd. We nemen de webtalk op YouTube, dus zodat u later ook terug te kijken is. En we gaan meteen beginnen met de presentaties, Flip. Ja, dankjewel Erik voor de introductie. Laden op de bouwplaats. Ik begin mijn verhaal vanuit Elaat, vanuit de netbeheerder. Dus, wat is het handelingsperspectief? Dus veel gezegd en geschreven de laatste maanden, jaren over emissieloos bouwen. Dus daar ga ik vanuit netbeheersperspectief een paar dingen over vertellen. Daarna gaan we ook even naar een boeiende animatie kijken van Eni en daarna geef ik het woord over aan Tobias. Even kort voor de kijkers die niet weten wat Elaat precies is en wat Elaat doet. Binnen emissieloos bouwen. Elaat is een initiatief van samenwerkende netbeheerders. Eigenlijk met als doel om alles in Nederland wat elektrisch is en wielen heeft, slim en duurzaam op te kunnen laden. Zo ook emissieloos bouwmaterieel. Daartoe zijn we in verschillende gremia actief. Bijvoorbeeld binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is Elaat betrokken bij de taakgroep Laden op de Bouwplaats, om daar alle expertise's rondom het laden en slim laden te kunnen delen. Als je kijkt naar de marktinitiatieven, zijn we lid van Emissieloos Netwerk Infra en bijvoorbeeld betrokken bij zaken zoals de Groene Koers. En vervolgens zijn er natuurlijk ook de verschillende akkoorden en convenanten waarin partijen samenwerken op het gebied van emissieloos bouwen en waar wij ook een rol bij hebben, zoals bijvoorbeeld het Schone Luchtakkoord. En het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, wat begin vorige week tijdens de conferentie Duurzaam Mobiliteit getekend is met 55 andere partijen, waaronder Elaat. Even een voorbeeld van hoe schoon en emissieloos bouwen meerdere aanleidingen heeft op dit moment. De nieuwsberichten staan er bol van. Bouwen in Natura 2000, maar ook het klimaat, onze gezondheid. Dus er zijn verschillende doelstellingen en verschillende programma's die eigenlijk het emissieloos bouwen stimuleren. Voor de netbeheerders is emissieloos bouwen een bepaalde mate van een uitdaging. Vooral omdat het twee zijden van de munt betreft. Enerzijds moeten netbeheerders voor het verzwaren van het net zelf ook emissieloos gaan bouwen. Daar ga ik vandaag even niet bij stilstaan. Waar ik bij stilgestaan is het faciliterende rol die de netbeheerders hebben als het gaat om emissieloos bouwen. En dan komen er een paar dingen om de hoek kijken die nog relatief nieuw zijn. De belangrijkste is bijvoorbeeld dat echt de integrale opgave rondom emissieloos bouwen nog niet helemaal duidelijk is. Zeker als je kijkt naar 2030, 2035. Er moeten honderdduizenden woningen bijgebouwd worden. We moeten ons elektriciteitsnet verzwaren. We willen snelwegen kunnen blijven uitbreiden. Om dat allemaal in kaart te brengen, dat is nog een hele klus. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Als je technisch kijkt, is het tijdelijke karakter van een bouwaansluiting ook een uitdaging. En dat heeft dus een beetje te maken met een stukje maatschappelijke relevantie. Het kost best wat tijd en wat geld om zo'n aansluiting te realiseren. Hoe maatschappelijk wenselijk is dat om dat te doen? Of zijn er andere oplossingen? Verder hou rekening met een verandering in het aanvraagproces. Om een voorbeeld te geven, als je woningbouw emissieloos gaat doen. Woningen moeten dan op een gegeven moment toch stroom hebben. Op het moment dat je die aansluiting naar voren kan halen, kun je dus ook je emissieloze bouwmateriaal om die woonwijk te bouwen aansluiten. Dat vraagt een hele andere invalshoek als dat het nu met conventionele bouw nog gaat. Wat we ook zien is dat de klantvraag complex is en niet altijd dupliceerbaar.
Heb je meerdere aansluitingen over meerdere verschillende netvlakken? Als je het hebt over een lijnproject bijvoorbeeld, dus het verbreden van een snelweg, het verzwaren van een dijk, dat gaat over een wat langere afstand. Nou, dat is wat complexer dan één aansluiting op één plek. En de nieuwe klantvraag, en daarmee bedoel ik dat de netbeheerders en de klanten uit het zero energie bouwsector elkaar nog niet echt kennen. En daar ligt dan een hele belangrijke. Hier wil ik niet al te lang bij stilstaan. Veel mensen kennen dit kaartje al. Maar we hebben natuurlijk te maken met netcongestie. En de vraag is, wat is er dan wel mogelijk, hè, binnen deze, binnen dit gegeven? Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Even kort, want ik had het over die netvlakken. Normaal gesproken, een bouwaansluiting zit in het laagspanningsnet. 380 ampère. Op het moment dat je bijvoorbeeld met laadpleinen voor zwaar materieel aan de slag gaat, en er staat een voorbeeldje bij van de bouwhub, van de Watt-hub, dan kom je in de hogere netvlakken terecht. Dus dat zijn andere aansluitingen, komen andere kosten bij kijken, andere vermogens. En ook het stukje congestie komt daar natuurlijk weer bij om de hoek kijken. Dus dat zijn wel zaken waar we rekening mee moeten houden in de realisatie van deze hele opgave. Nou, hoe staan de netbeheerders hierin? Zeker, hoe ziet de roadmap emissieloos bouwen er precies uit? Wat gaan wij de komende maanden slash jaren doen? Een stukje marktontwikkeling. Dus nadrukkelijk samen met de branche kijken, wat is de groeiende vermogensvraag? Wie heeft wat, wanneer en hoeveel nodig? Zodat het ook meegenomen kan worden in de investeringsplannen van de netbeheerders. Een stukje standaardisatie, testen en veiligheid. Ook om het laden op de bouwplaats veilig en schaalbaar te kunnen doen. We willen wel graag dat al onze emissieloze bouwmachines straks betrouwbaar kunnen laden. Dat het op een veilige manier gebeurt. Nou, daar zijn de eerste richtlijnen wel van op papier, maar daar kunnen we ook nog veel leren. Dan de oplossingsrichtingen. Ik noemde net het voorbeeld van de congestie. Maar er zijn wel verschillende mogelijkheden om ondanks die congestie toch slim met de beschikbare capaciteit om te kunnen gaan. Daar denken de netbeheerders ook over mee. En natuurlijk een stukje lobby- en sectorsamenwerking om alle belangen van alle stakeholders goed te kunnen borgen. Het voorbeeld is natuurlijk zo'n schoon en emissieloos bouwconvenant, waarbij we met z'n allen gaan kijken van hoe gaan we hiermee om, in plaats van dat iedereen dat voor zich doet. Nou, voor velen bekend, voor enkele misschien niet, de Outlook. Een focusdocument vanuit ELAAT-NL, waarbij we een bepaald thema verder uitdiepen met als doel om de vermogensvraag voor een bepaalde sector in kaart te kunnen brengen. Zoals onlangs bedrijventreinen, die een flinke impact heeft gehad. Het doel van deze Outlooks is om de opgave, vertaald naar een vermogensvraag die hieruit komt, mee te kunnen geven aan de netbeheerders in hun investeringsplannen. Dat gaan we begin 2024 ook voor emissieloos bouwen doen. In 2021 hebben we een eerste voorzichtige Outlook gemaakt. Toen bestond de stikstofproblematiek nog niet. Dus ja, de sector is aardig overhoop gegooid daardoor. Maar daardoor ook de inzichten en de prognoses. Dus begin dit jaar gaan we daarmee aan de slag. Dan nog even een stukje belang van het testen van emissieloos bouwmaterieel. Velen kennen ELAAT als ook een testcentrum, hè, naast innovatie- en kenniscentrum. En ook samen met Emissieloos Netwerk Infra roepen we eigenlijk op om op het moment dat er nieuwe oplossingen voor laadinfrastructuur zijn op de bouwplaats of emissieloos bouwmaterieel, biedt dat aan in het testlab van ELAAT-NL om te zorgen dat we straks interoperabel kunnen laden, dat we slim kunnen laden en dat we betrouwbaar kunnen laden. Nou, dan een stukje handelingsperspectief. Ik doe dat vanuit opdrachtgeversperspectief en vanuit opdrachtnemers. Eerst voor de opdrachtgevers. Echt een duidelijke vraag: plan je energievoorziening zo vroeg mogelijk? En dan hebben we het over enkele jaren van tevoren, niet enkele maanden. Ook om te zorgen dat ruim voortijds bekend is waar welke aansluitingen moeten komen bijvoorbeeld. Er zijn nu best wel wat wachtlijsten, ook in het kader van congestie. Je wilt het risico niet lopen dat een bouwproject jaren moet worden uitgesteld omdat je te laat bent met je netaansluiting aanvragen. Een tweede is, maak de transitie in mobiliteit en bouw onderdeel van de integrale gebiedsopgave. Ik gaf net het voorbeeld van de woonwijk. Die moet toch stroom hebben op een bepaald moment.
Als je de planning daarvan nou naar voren kan halen, heb je ook gelijk een aansluiting om je energieloos bouwmateriaal te kunnen laden. Dat is één voorbeeld. Twee is, kijk of je een permanent karakter kan geven aan een bouwaansluiting in jouw gebied. Dus stel, er is ergens een bouwproject of een infraproject, dat duurt een bepaalde tijd. Kijk of je die netaansluiting daarna een permanent karakter kan geven. Bijvoorbeeld een laadplein voor elektrische vrachtwagens. Dus eerst emissieloos bouwmateriaal laden. Is het project afgelopen, dan zorgen dat je daar vrachtwagens kan laden. Zo krijgt het permanent karakter en is het ook maatschappelijk beter te verantwoorden. Voor beide geldt, treed zo vroeg mogelijk in contact met de netbeheerder. Wacht zeker niet tot na de gunning van een project, want dan ben je echt te laat. Nou, wat kunnen de opdrachtnemers nou doen en eventueel intermediairs die voor opdrachtnemers werken of ook voor opdrachtgevers? Ga zo snel mogelijk kijken naar je eigen vermogensbehoeften. Maak vermogensprofielen. Dus ga kijken hoeveel stroom heb ik nou gedurende een dag nodig? Wanneer heb ik die nodig? Wat is de totale opgave? Zodat er een praatplaatje ligt, ook als je met je netbeheerder in contact komt. Want wanneer heb ik die stroom nou nodig en op welke plek? Zo kun je meer gaan kijken naar wat is er wel mogelijk dan dat je één grote aanvraag doet die vervolgens afgewezen wordt, terwijl dat misschien niet helemaal had gehoeven. En dan zijn er natuurlijk nog zaken als het slim laden, netbewust laden, het gebruik van batterijcontainers op de bouwplaats om toch overdag emissieloos bouwmateriaal bij te kunnen laden. Of nieuwe contractvormen, zoals de tijdsgebonden capaciteitscontracten die in ontwikkeling zijn bij de netbeheerder, zodat je alleen in een bepaald tijdsvlak kunt laden en gebruik kunt maken van restcapaciteit. Kijk daar ook naar op het moment dat je aan de slag gaat met emissieloos bouwen. Zoals ik al aangaf, emissieloos bouwen is voor de netbeheerders relatief nieuw. Dat betekent dat we heel graag heel veel inzichten en data vanuit de sector willen ontvangen, ook om die prognoses, die outlook goed te kunnen maken, maar ook om überhaupt te weten van hoe ziet die markt er nou uit. Moeten we vanuit netbeheerders bijvoorbeeld iets aan onze producten doen naar de bouwwereld toe? Noem maar op. Daar hebben we een korte enquête voor ontwikkeld. Om daar wat eerste inzichten in te kunnen krijgen. De link naar die enquête die is zo meteen beschikbaar in de comments. Echt nadrukkelijk de vraag bij een opdrachtgever of bij een opdrachtnemer of intermediair die met opdrachtgevers of opdrachtnemers in de bouw werkt. Vul hem alsjeblieft in, want die inzichten zijn voor ons echt heel relevant. Nou, we gaan nu even kijken naar een inspirerende animatie van Amy. En daarna wil ik het woord graag geven aan Tobias, die wat meer ingaat op de marktinzichten als het gaat om energieloos bouwen. Op weg naar de emissieloze bouwplaats doorlopen we twee transities. De energietransitie in het algemeen en de techniektransitie naar emissieloze machines. Met de energietransitie gaan we over van een energiesysteem met fossiele energiebronnen naar een systeem met hernieuwbare en emissieloze bronnen. Met de techniektransitie gaan we over van de verbrandingsmotor met mechanische aandrijflijn naar een elektrische aandrijflijn. Beide transities hebben weliswaar alles met elkaar te maken, ze zijn ook apart van elkaar te bezien en dat is in de huidige fase van de energietransitie zelfs voordelig. Het elektriciteitsnet in Nederland is vol. Het is heel moeilijk om meer netcapaciteit op een bouwplaats of thuislocatie te krijgen. En dat terwijl de ontwikkeling en beschikbaarheid van elektrisch materieel juist enorm in de lift zit. De energietransitie verloopt dus trager dan de techniektransitie. Daarom kopen sommige aannemers nu nog geen elektrisch materieel, omdat het opladen ervan door gebrek aan netcapaciteit niet mogelijk is. Toch is het aanschaffen van een nieuwe machine met verbrandingsmotor onverstandig. Deze machines hebben een gemiddelde levensduur van 8 tot 12 jaar en er is een groeiende kans dat dit materieel straks niet meer mag worden ingezet. Steeds meer plekken kennen restricties op lokale emissies van stikstof of fijnstof.
Vergunningen voor stikstofuitstoot zijn nu al nauwelijks te krijgen. Vanwege de snellere techniektransitie is het verstandiger nu al elektrisch bouwmateriaal aan te schaffen. Is er op de bouwplaats echt geen stroom te regelen, dan is het plaatsen van een schoon dieselaggregaat namelijk beter dan de inzet van een dieselmachine. Een schoon aggregaat geeft minder emissie vanwege een constant toerental. Bovendien kan je direct emissieloos bouwen zodra er wel stroom beschikbaar is. En dat kan al op het volgende project zijn. Er is een logische prioritering om stroom op een bouwplaats te krijgen, ondanks dat tijdelijke zware aansluitingen nu nauwelijks beschikbaar zijn. Voor de energievoorziening kijk je dan eerst naar bedrijven in de buurt die hun netcapaciteit niet geheel benutten. Deze capaciteit is direct beschikbaar en leidt niet tot extra netcongestie. Lukt dat niet, dan is optie 2 het realiseren van een bouwaansluiting die na de werkzaamheden beschikbaar blijft voor het algemeen belang, zoals publieke laadstations. Is dat ook geen optie, kijk dan naar een decentrale energiebron in de vorm van een duurzaam aggregaat, waterstof, biogas of werk met wisselbatterijen die je ergens anders oplaadt. De laatste mogelijkheid is om een tijdelijke aansluiting voor kleinverbruik te realiseren. Deze is dan specifiek voor het laden van bouwmaterieel. In combinatie met een bufferbatterij zorgt dit voor 1 megawattuur stroom per dag tegen een minimale netcongestie. Deze logische prioritering helpt ons om onafhankelijk van de energietransitie door te gaan met de techniektransitie. Er is al veel mogelijk op het gebied van hernieuwbare energie en specifieke projectoplossingen zorgen nu al voor een minimale inzet van aggregaten. Elektrisch materieel is dus altijd beter dan materieel met een verbrandingsmotor. Ja, dankjewel. Even kijken. Ik hoop dat mijn presentatie nu te zien is. Zo niet, hoop ik toch gewoon het seintje te krijgen. Maar ik neem het stokje graag over van Flip. Dankjewel voor je introductie. En dan komen we dus ook meteen bij ENI Emissieloos Netwerk Infra. Voor mezelf, in het dagelijkse leven ben ik manager duurzaamheid bij GMB. GMB is een bouwbedrijf in de infra, met name dijken, rioolwaterzuiveringen. En tevens een van de grondleggers van Emissieloos Netwerk Infra. Samen met Heijmans en de Friesen van de Wiel hebben wij dit initiatief genomen vanuit het project Sterke Lekdijk. Waarin we werden uitgedaagd door een opdrachtgever, in dit geval een waterschap, om innovatief om te gaan met het zo emissieloos mogelijk bouwen van de dijk. Ondertussen is ENI een stuk groter geworden. We zien hier een stuk of 40 leden die ondertussen zijn aangesloten bij ENI. En grofweg de helft ervan zijn aannemers. De andere helft die komt uit de keten. Dus we zien batterijproducenten, ombouwers, producenten van aggregaten en andere energieinfrastructuur. Maar dus ook ELAAT, waar we erg blij mee zijn. Omdat dus ja, het zo meteen ook duidelijk zal zijn dat het een vrij complexe materie is om ja, bottomline met een emissieloze bouwmachine op een bouw te kunnen werken. We richten ons daarbij echt op de koplopers en als het voorwaarde om bij ENI te zijn, moet je dus ook kennis delen en innoveren en investeren. En dan met name in het zwaardere segment, dus machines vanaf zeg 20 ton en niet de kleinere machines, soort knikmopsen die je eigenlijk vanuit de catalogus al kunt kopen in Nederland. Dus wij richten ons op ontwikkeling, op kennisdeling en op versnelling van de transitie. En waarom doen we dat? Flip liet al een slide zien over de ja, meervoudigheid van de motivatie waarom we eigenlijk emissieloos moeten bouwen. Dat komt vanuit het klimaat, de luchtkwaliteit, de stikstof, de aardbol ook, want dieselemissies zijn gecategoriseerd als zeer zorgwekkende stoffen. En zodanig moet je als werkgever jouw mensen daarvoor beschermen. En ook de concurrentiepositie van Nederland in de internationale handel wat betreft die kennis die we nu opbouwen in deze transitie is ook niet te onderschatten. Maar wat is nou echt de dominante factor in de bouw? Een kleine hangman. Misschien heeft de een of ander het al begrepen, voor die anderen hier een kleine hint. Stikstof
Dat is eigenlijk de grootste stok waarin de bouw op dit moment mee gezwaaid wordt. En dat gaat over rechtszaken die zijn aangespannen sinds 2019 eigenlijk, rondom de stikstofregels die er waren. En als we als bouw goed kijken, nou, hoe gaan we die stikstofregels nou uiteindelijk goed invullen en niet met geitenpaadjes. En tevens ook nog de kwaliteit van de lucht en het klimaat en de arbeidsomstandigheden verbeteren. Dan komen we dus uitsluitend bij emissieloze machines uit en niet bij transitiebrandstoffen zoals biodiesel. Wat betekent dat voor de bouw in zijn totaliteit? De schoon en emissieloos bouwen routekaart is onlangs getekend door een stuk of 45 publieke opdrachtgevers. En denk aan het Rijk, Rijkswaterstaat, maar ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, ook provincies, gemeenten, de Unie van Waterschappen en nog een heleboel andere. Ook marktpartijen hebben zich hieraan gecommitteerd. En in groen geasseerd eigenlijk even een paar highlights, wanneer, in welke categorie materieel zero emission, dus 100% emissieloos, een vaste eis wordt bij elke aanbesteder of bij elke publieke opdrachtgever die deze routekaart gaat hanteren. En dat begint in de wat lichtere segmenten uiterlijk in 2028. En des te zwaarder het wordt, is het uiteindelijk 2035 eigenlijk dat 100% emissieloos moet worden gewerkt. Dat is een enorme opgave, zeker als je terug gaat rekenen, wanneer schaf je nou dit soort machines aan? Dit zijn kapitaalintensieve investeringen. Dus doe je dat niet 2 jaar van tevoren, maar daar gaan dus 8 tot 12 jaar overheen, zoals jullie in de animatie hebben gezien. Dus de bouwbedrijven die iets verder vooruit kijken, die zijn nu al bezig om op te schalen. En heel eerlijk gezegd, de stikstofeisen die in de buurt of in Natura 2000 gebieden spelen, zijn al substantieel scherper dan alles wat jullie hier op het scherm zien. Dus is dit soort van de achterhoede, hè, de intensieve inzet van emissieloos bouwmaterieel, die gebeurt nu al daar waar stikstofdepositie-eisen van toepassing zijn. Dat is een enorme opgave voor de markt. En daarom hebben wij ook als ENI zijnde dit soort animaties opgesteld om ons erop voor te bereiden. Want we gaan gewoon elektrisch bouwen. En dat gaat heel hard. Als wij terugkijken, 3 jaar geleden is ENI een beetje actief geworden. En dan waren er misschien wel een handvol wat zwaardere machines die emissieloos waren. Ondertussen gokken wij op een stuk of 200-300. En dat gaat elke maand sneller. Dus we verwachten een exponentiële groei. Waar wij tot nu toe voornamelijk kijken naar ombouw, hè, waar je dus een dieselmachine koopt, je sloopt de dieselmotor eruit, je pakt een elektrische motor, zet hem erin. Zijn nu al de eerste OEM-producenten, zoals een Volvo, in staat om af fabriek elektrische machines te leveren. En daar komt uiteindelijk natuurlijk het groeien in het aantal stuks vandaan, en dat is nu gaande. Dus de verschillen tussen techniektransitie en energietransitie, die zijn er. Ja, ze hebben alles met elkaar van doen, maar wij bekijken ze dus ook los van elkaar. Want als de prik niet uit het kaver komt, dan gaan we het wel anders oplossen. Ook een boodschap die uit de animatie naar voren moet komen. Als wij willen bouwen, dan moeten wij emissieloos. En dan zijn bijvoorbeeld transportbatterijen een wat slechtere optie, maar wisselbatterijen dan weer wat beter. Ofwel dus een emissieloze en emissiearme aggregaten die je ter plaatse kunt inzetten. Als je dan even kijkt naar de totale energiebehoefte, want er zijn veel uiteenlopende schattingen hoeveel bouwmachines daar in Nederland nou eigenlijk zijn. Als we kijken naar het wat zwaardere materieel, dan denken wij rond de 50.000 stuks. Dat komt een beetje overeen met wat jullie in de Outlook van Flipson net ook zagen. Maar sommige schattingen die dan ook wat kleinere machinestukken meenemen, die gaan we tot 115.000 stuks. Als je nou een klein beetje op de achterkant van een bierveeltje gaat rekenen, dan denk je aan 4 kilowattuur die je voor 1 liter diesel in de plaats moet zetten. En dan kijken we naar onze dieselplas. En onder de streep komen we dan gauw op 17.000 megawattuur per dag. Dus 17 miljoen kilowattuur per dag aan laadbehoefte uit. Als wij het hele machinepark in Nederland hebben geëlektrificeerd. En als je kijkt vanuit een emissieboekhouding, zeg maar, dan is dat eigenlijk heel goed nieuws al. Want helemaal in de bovenste linia zie je een liter diesel, die bevat eigenlijk een energieinhoud van 9,96 kilowattuur.
Maar als we die machine elektrificeren, hebben we nog maar 4 kWh nodig om 1 liter diesel te vervangen. Wat vertelt ons dat? Een elektrische machine die is uit zichzelf al 60% zuiniger dan een dieselmachine. Puur omdat de dieselmachine er beter in is om de buitenlucht te verwarmen dan om werk te verzetten. Dat betekent dus een enorme besparing eigenlijk op de hoeveelheid energie, welke energiedrager dan ook, we moeten gebruiken om werk te verzetten. En dat is wat wij noemen de eerste generatie. De tweede generatie machines zal niet een omgebouwde dieselmachine zijn, maar een elektrische machine. En daar zitten nog heel wat snufjes in om de energieverbruik per werkuur nog verder naar beneden te brengen. Dus we hebben hoop dat die 17 miljoen kilowattuurtjes per dag uiteindelijk niet nodig zullen zijn. Maar stel dat het er 15 miljoen worden, dan is dat nog een enorme hoeveelheid. Gelukkig maar wel op veel verschillende plekken in het land, niet op één plek. Maar ja, misschien was dat ook wel makkelijker te realiseren. Want de verspreidheid en de diversiteit aan bouwwerken die we in het land neerzetten, ja, die maakt ook dat de energievoorziening enorm verschilt. Een kleine uitstap naar de techniektransitie. Voor iedereen die denkt van oké, wat is nou het probleem? Je vervangt de motor en dan ben je er toch? Nee, helaas niet. Als je de aandrijflijn in een machine hebt vervangen naar elektrisch, dan moet je plotseling druk maken over heel wat andere bijzaken, zou je kunnen zeggen. De opwekking van de elektriciteit. Komt die uit het net? Moet ik die op locatie opwekken? Of zelfs op de machine met een energiedrager? Dat doen we natuurlijk met diesel, maar misschien met waterstof of zo. Maar je zou je kunnen voorstellen. Dat geeft al 3 verschillende scenario's hoe je uiteindelijk jouw energielogistiek inregelt. Want heb ik een vaste energiedrager zoals een accu? Heb ik een vaste accu op de machine en een transportaccu ernaast? Of heb ik een wisselaccu op de machine en ga die uitwisselen met een kraantje? Heb ik misschien toch wel een energiedrager zoals groene waterstof? Al dan niet in een verpakte vorm. We kennen aggregaat op mierenzuur, zijn ook ontwikkelingen op in vaste poedervorm verpakte waterstof. Alles is mogelijk, maar is het zinvol, is maar zeer de vraag. En dan heb je dus die energiedrager, die moet je distribueren. Niet alleen maar naar die bouwplaats krijgen, maar ook de laatste meters op de bouwplaats. Bouw je een woning, een enkele woning, dan heb je een duidelijk adres. Bouw je een woonwijk, heb je alweer een hele wijk. Maar bouw je een snelweg of een dijk, dan heb je over enkele kilometers die jouw bouwplaats lang is. Dus een kabel is niet altijd zinvol of mogelijk. En dan komen dus al die andere mogelijkheden in beeld. Allengelang wat je uit die mix kiest, moet je in jouw aanvraag, in die vergunningen, andere dingen doen. We kennen bijvoorbeeld casussen, daar hadden wij een bottlerack, dat zijn maar kleine hoeveelheden waterstof voorzien om een waterstofaggregaat te voeden, daarvoor de vergunningen aangevraagd. Uiteindelijk bleek in de energieberekening die we op het werk nodig zouden hebben, de hoeveelheid energie, dat bottlerecks niet zinvol waren, maar dan moesten tube trailers komen. Dat zijn grotere units, meer waterstof. Dat was niet gedekt door de vergunning, dus het ging helemaal niet door. Nou, dit soort kleine nukkigheden kunnen maken dat je wel of niet kan werken met een emissieloze machine. Dus de energiebehoefte en beschikbaarheid beïnvloeden de werkplanning. Het beïnvloedt ook de disciplines die je op de werkplek nodig hebt. Dan moet plotseling een elektricien komen of iemand die ervaring heeft met explosieven. Met ATEX-zones. En het kan ook zo zijn dat je ontwerp plotseling heel anders eruit ziet. Een voorbeeld. Moet je in een volledige emissieloze context werken. Bijvoorbeeld in een Natura 2000 gebied waar 0,00 depositieruimte is. Dan zou het kunnen zijn dat je het vervangen van een straat niet meer met een asfaltfrees kan doen. Zoals we dat het liefst zouden zien. Waar het minste asfalt vervangen wordt. Maar die asfaltfrezen zijn elektrisch nog niet beschikbaar, dus zou je gewoon weer moeten breken en afvoeren. Wat tot gevolg zou hebben dat je met andere machines werkt, maar dus ook meer asfalt moet aanbrengen, langer erover doet. Dus het uitvoeren van emissieloze werkzaamheden heeft echt impact op heel veel meer dan alleen maar die machine. En ook op de designtafel zeg maar, van jouw bouwplaats gebeurt er heel veel. We hebben net voornamelijk gesproken over die netbeheerder. Ja, daar komt 1 kabel binnen, als het goed is. Het is altijd de Koningsweg. Laten we ons niet verkeerd insteken. Een kabel waar groene stroom uitkomt, is altijd het
beste voor de stroomvoorziening op de bouw. Maar ja, het is er niet altijd en dan moeten we gaan improviseren. Dan moeten we uit de vele mogelijkheden die er zijn, de juiste mix vinden. Niet alleen maar om uiteindelijk je machines en je auto's en je ketenpark van stroom te voorzien, maar dus ook om te rapporteren. Onze opdrachtgevers willen uiteraard weten, heb je voldaan aan je taken of aan je beloftes die je tijdens een tenderfase hebt gemaakt? En voldoe je bijvoorbeeld ook aan de vergunningeisen? Komt er daadwerkelijk geen CO2 bij vrij? Komt er daadwerkelijk geen stikstof bij in de lucht? Dat moet je aantonen en onze ervaring leert, des te elektrischer jouw bouwplaats wordt, des te complexer wordt ook de rapportage. Dus managementsystemen, datavoorzieningen worden ook steeds belangrijker. Dat schreeuwt niet alleen maar de data, maar dus ook de veiligheid om standaards. We zien nu iedereen met de beste intenties gaat aan de slag, maar we zien ontwikkelingen die we liever niet zouden zien. Bijvoorbeeld het laadzuil, waar je als veiligheidsmaatregel een grote sticker opzet van nou niet verplaatsen als, als deze in gebruik is. Dat is geen veilige manier van doen. Die wil je vastzetten en die wil je gewoon niet beweegbaar maken op het moment dat die in gebruik is. Al helemaal niet met stekkers zoals op de foto te zien, die je zou kunnen trekken op het moment dat er geladen wordt. Het zal niet zozeer opvallen als je dat met een gewone stekker doet in een haspel. Maar gebruik je laadpalen, dan heb je het over hogere vermogens. Heb je een snellaadpaal, heb je het zelfs voor DC. Dus gelijkstroom. En als je daar een kabel trekt, je staat misschien wel in de modder, in de regen. Vlamboggevaar. Je kan gewoon dodelijke ongevallen krijgen als je niet exact weet wat je doet. Dus de standaardisatie van alle installaties en ook randapparatuur zeg maar, die voor de elektrificatie nodig zijn, is heel hard nodig. Een van de eerste dingen die dus aan Enileden is gevraagd, laten we gezamenlijk aanbevelingen opstellen om die standaards te realiseren. En deze ging over de connectiviteit. Er zijn werkafspraken in geformuleerd. Wat doen we met demarcatie, met veiligheid? Wie is er nou voor verantwoordelijk? Is dat de opdrachtgever, de opdrachtnemer? Nou ja, alle gelang waar je bent, op welke locaties kan dat verschillen? Dan moeten gewoon afspraken per bouwplaats over worden gemaakt. Maar ook over de techniek. Welke stroomsoorten, DC of AC? Welke soort stekkers gaan we gebruiken? Wat voor netwerkspecificaties zijn van toepassing, voltages, etc. Welke hardware is wel en welke is niet goed? Energiebronnen, wat doen we daarmee? Welke afspraken zijn erover? En dat dus ook die data, rapportages vanuit verschillende instrumenten, van verschillende installatieonderdelen, maar ook van verschillende machines, van verschillende types, moeten allemaal bij elkaar om er een coherent verslag van te kunnen maken. En dat vergt gewoon standaardisatie die pre-competitief moet worden afgesproken. En nou, dat is er op dit moment niet beschikbaar, want het is allemaal kinderschoenenwerk. Daarom hebben wij deze adviezen niet alleen maar binnen ENI gepubliceerd, maar dus ook publiekelijk beschikbaar gemaakt op onze site. Naast het connectiviteitsvraagstuk zijn ook afspraken gepubliceerd rond het veilig ombouwen van machines. Die haken heel erg in elkaar over. Je ziet vaak dubbelingen, maar je kan het niet vaak genoeg roepen. Bijvoorbeeld als je een machine ombouwt en je wil daar een laadvoorziening aanzetten of je bent opdrachtgever en je wil een laadvoorziening aanbieden aan je opdrachtnemers, doe dat dan met standaards die al in de automotive gelden. Bijvoorbeeld een type 2 of een CCS2 stekker. Die komen met veiligheidsprotocollen, die komen met afsluitbare stekkers, die dus niet verwijderd kunnen worden op het moment dat er stroom op zit. Dit soort zaken die ondervinden wij nu aan de lopende band waar geïmproviseerd wordt dat het niet goed werkt. En we willen zeker geen ongelukken erbij. Dus dit is een onderwerp van hoge prioriteit. Voor de netbeheerders nog veel relevanter is natuurlijk die vraag die al eerder langskwam. Hoeveel stroom heb je dan nou nodig? En bij deze een beetje vanuit de aannemersperspectief duidelijk gemaakt. Waar komt het dan vandaan? Het begint eigenlijk met goede kennis van hoe jouw werk eruit ziet. Wat moet ik nou doen? En op basis daarvan kan ik als aannemer een lijst maken met wat voor soort machines ga ik gebruiken. En in welke tijdsfase ga ik die inzetten? Dus hoeveel machines van welke types ga ik tegelijkertijd gebruiken?
Dat is super belangrijk om uiteindelijk zover te kunnen gaan dat je zegt, op een bepaalde dag heb ik zoveel maximaal vermogen nodig. En zoveel vermogen in mijn aansluiting heb ik nodig, want ik ga 4, 5, 6, 7 machines tegelijk laden. Dat zijn vanuit een bouwersperspectief gegevens die er zijn. Maar we zijn er nooit sensitief voor geweest, want als je diesel nodig hebt, dan komt er een grote tank. Je hebt hem zo bijgetankt en of je nou 10 of 20 of 30 machines moet tanken, ja, wat maakt het uit? Met stroom is dat een geheel ander verhaal. Want dan komen er plotseling heel veel afhankelijkheden bij de hoeveelheid machines die je moet laden. En dus ook wanneer je ze moet laden. Op de A1, een verbreding van de snelweg A1 bij Deventer en Apeldoorn, is een grote vloot emissieloze machines nu aan de gang. Met name ook vrachtwagens. Daar is een mooi plein ingericht. Maar ze willen uiteindelijk toe naar, ik dacht een stuk 15 naar 20 elektrische vrachtwagens. Die tegelijkertijd gaan rijden. Die kan je niet tegelijkertijd in de lunchpauze aan de laadpaal zetten, want daar komt er gewoon maar nog een druppeltje uit. En dan krijg je die bijlaadvermogens niet die je nodig hebt om toch een hele werkdag met een elektrische machine te draaien. Dat betekent dat die chauffeurs gewoon in shifts moeten gaan lunchen. Dus die gaan ook niet meer met elkaar gaan praten met een mammetje. Die moeten achter elkaar praten, dat vinden ze ook niet leuk. Dus ook daar is weer een hele impact op de manier van werken in hun dagelijkse gang van zaken. Wat je in die transitie gewoon mee moet nemen. Dat zijn dingen die bij de aannemer uiteindelijk terechtkomen. Maar wees erop alert, daar komt dus heel veel bij kijken. Als je een opdracht voor emissieloos bouwen in de markt zet, geef de tijd om het in te regelen. Ga goed in gesprek met je aannemers, het liefst al voordat je de opdracht dus naar de markt brengt. Om dit soort ideeën te ontwikkelen van wat moet ik gaan doen, welke machines zijn er, hoeveel energie vragen die. En dan kan je beantwoorden welke aansluiting je eigenlijk moet hebben. Nou, om dit te faciliteren zijn er tools ontwikkeld, zoals dit keuzehulp energievoorziening. Zowel op de ENI als ook op de NAL website vind je deze terug. En er zijn er nog meer tools om dat proces te verbeteren. Maar let erop, dit is nieuw. Zeker voor gemeentes. Er zijn heel veel gemeentes die dit nog voor het eerst moeten gaan doen. En ook in de manier van uitvragen komt er gewoon veel om de hoek kijken. Maar wat kan je doen om als belanghebbende hier eigenlijk vaart mee te maken, om niet op de handen te gaan zitten en te denken van ik ga maar wachten totdat iemand anders het heeft geregeld en dan spring ik op een rijdende trein. Dat is helaas niet het geval, want elke locatie is gewoon anders. Maar wat je kan doen, zowel als netbeheerder, maar ook als opdrachtgever, is het versnellen van aanvragen, voor bouwaansluitingen bijvoorbeeld. Als opdrachtgever kijk dat je het vroegtijdig doet. Als netbeheerder kijk dat je flexibel gaat opstellen. Veel aannemers zijn ook gewoon in de business van het bouwen van tijdelijke aansluitingen. Als je dan toevallig niet in dezelfde regio zit waar je daarvoor een contract hebt met een andere regio, maar die daar gecontracteerde aannemer heeft even geen tijd om een kabel te trekken. Ja, probeer daar als netbeheerder flexibel mee om te gaan, zodat je gaat werken naar het zo goed mogelijk maken van emissieloos werken. Want als een werk emissieloos moet, dan kan een kabel wel of niet hebben. Misschien een verschil maken tussen niet bouwen of wel bouwen. Nou, zeker voor de verzwaringen van netcapaciteit is dat een soort van kopstaart idee waar de slang zich in zijn eigen staart bijt. Ergens moet je erin breken en flexibiliteit gaat ons helpen. Laadpleinen, het kwam ook in de animatie terug. Het helpen realiseren bijvoorbeeld van laadpleinen op onderstations. Waar je toch wel wat meer capaciteit hebt dan in die laagste laag van het netwerk. Het moet wel hand in hand gaan met veiligheidsafspraken, standaardisaties en kijk even ook naar contractvorming. De bouw is landelijk. Ga als netbeheerder alsjeblieft niet eigen contractvormen opzetten als je hier flexibel mee aan de slag wilt, maar doe dat via ELAAT of via jullie netwerk samenwerkingsbedrijven. Non-firm contracts, Flip had het er ook al over. Daar zitten mogelijkheden in, misschien wel dat of het starre contractwerk op netaansluitingen wat flexibeler te maken. En dat laden bij de buurman,
Ja, dat is met de MLOEA's, als ik het goed zeg, de meerdere aansluitingen, meerdere leveranciers achter dezelfde aansluiting. Toch wel wat meer mogelijk dan dat we in eerste instantie dachten, maar maken zoveel mogelijk mogelijk om deze uitdagingen te faciliteren. En dan denken wij dat wij in 2026 toch wel naar een soort standaard emissieloze bouwplaats kunnen komen. Daarvoor is veel kennis nodig, veel ervaring ook nodig. Nou, vanuit de ENI proberen wij daar het nodige in te doen door de tools, adviezen, reportages online te zetten die wij hebben opgezet. Maar je ziet zeker nu ook het SEP-convenant is getekend, dat er versnelling komt in de beschikbaarheid van kennis op weg naar beta, of sorry, op weg naar ECB. Dat is een website waar natuurlijk de overheid veel op zet. De Piano Buyer Group voor publieke aanbesteders. Ofwel de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Ook dat zijn allemaal bronnen waar je kennis en informatie vandaan kan halen. Dus dat was bedoeld om jullie even een klein idee te geven van wat gebeurt er dan vanuit het perspectief van de bouwer. Zo pre-competitief gekeken als we ook maar kunnen. En wij staan er als bouw klaar voor. Ook al gebeurt er veel nieuws. We moeten veel proberen. Er gaat veel mis op alle kanten. Van opdrachtgevers, van opdrachtnemers. En we gaan dit alleen scheffen als wij het gezamenlijk doen. En zoveel mogelijk handen ineen slaan om dit te realiseren. Want ja, het is maatschappelijk belang. En daarvoor moeten we ons inzetten. Dank Tobias en Flip voor jullie uitgebreide presentatie. Ik denk dat veel mensen er veel van geleerd hebben. Een paar vraagjes nog. Op doorvragend. Flip, die zijn ook heel druk vanuit net perspectief bekeken met de laden voor logistiek, hè? Dus de vrachtwagens en zo. Is daar nog kruisbestuiving mogelijk? Kun je dingen van elkaar leren? Ja, zeker. Als je het hebt over specificaties, als je het hebt over de laadstandaarden, emissieloos bouwmateriaal en trucks worden allebei op DC hoogvermogen geladen. Dus daar kan heel veel van elkaar geleerd worden. Maar ook als je het hebt over het laden, hè, het voorbeeld van de laadpleinen, maakt ze ook beschikbaar, hè, de logistieke laadpleinen voor bouwmateriaal en andersom. We hebben met z'n allen een laadbehoefte, met z'n allen een uitdaging. Laten we dingen vooral samen doen in plaats van los van elkaar. En gelukkig zie je in de markt dat dat al gebeurt. Hè. WattHub nogmaals is een goed voorbeeld. Maar ook achter de schermen worden zaken als specificaties gedeeld. De lessons learned, noem het maar op. Dus er vindt zeker kruisbestuiving plaats. En dat moet ook blijven. Dank je. En Tobias, jij gaf al aan van, en dat zat ook in het filmpje van, goh, er is eigenlijk aan de techniekkant, dus aan het elektrificeren van het bouwmateriaal, dat gaat eigenlijk best wel hard. Betekent dat in principe daar geen belemmeringen meer zijn, dat ik bijna alles morgen kan kopen als ik dat zou willen? Nee, de belemmeringen zitten in de beschikbaarheid van machines. Nu is er nog voornamelijk ombouw. En er zijn er nog weinig producenten die af fabriek iets kunnen leveren. Er zijn er een paar, maar nog niet veel. De levertijden lopen op. Dus er is nu een snelstijgende vraag en een iets wat achteraanlopend aanbod. Dat is niet zo dat je morgen een machine kan hebben op het moment dat je die vandaag wilt. Maar de techniek, die is er. Dus het is niet zozeer een innovatievraagstuk, maar echt een productievraagstuk. Ja. En als je nou vergelijkt met personenauto's, hè, van mensen die daar nog, die wel bekend zijn een beetje met personenauto's en het laden daarvan. In het algemeen zal bouwmateriaal minder kilometers maken, neem ik aan, maar wel vaak die extra kracht nodig hebben. Hoe vergelijk je die met elkaar? Lijkt dat op elkaar qua vermogens? Nee, het lijkt helemaal niet op elkaar qua vermogens. Jullie zagen eerder in beeld een schaafmachine. Die moet je vergelijken met 5 à 6 auto's. Die op een nacht gewoon geladen moeten worden. En zo'n machine staat er nooit alleen. Dus je hebt het op een bouwplaats gauw over 2-3 megawattuur op een dag. Die erin moeten. En zo'n grote machine, denk aan 500 kilowattuur per dag. Ja, Flip, misschien nog eventjes ook. We zagen ook deels in de presentatie en in het filmpje ook al. Er wordt ook gewerkt aan allerlei creatieve oplossingen. Hoe helpen we dat vooruit?
Nou, wat heel belangrijk is, is, en dat noemde ik kort al even, is om inzicht te krijgen in wat nou de totale vermogensbehoefte over een aantal jaar wordt. Die profielen ook. Die profielen, de laadprofielen inderdaad, over 24 uur gezien, zodat we ook kunnen gaan kijken van waar zit bijvoorbeeld nog die flexibiliteit in het net. Op het moment dat we niet weten wanneer de bouwsector gaat laden, kunnen we daar ook weinig rekening mee houden en kunnen we daar ook weinig flexibiliteit op loslaten. Dus die outlook volgend jaar, begin volgend jaar, wordt ook ontzettend belangrijk om daar inzicht in te krijgen. En ja, wat daarvoor nodig is, is gewoon inzicht in hoe de sector nu werkt. Hè? Dus inzicht in de huidige inzet van elektrisch bouwmateriaal. Maar ook de prognoses van hoe gaat dit, dat verder ontwikkelen. Mensen die ik spreek over dit onderwerp, die kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Stel je alsjeblieft open, deel je ideeën, deel je eigen prognoses, deel je data met ons, zodat we dat inzichtelijk kunnen krijgen en dat we er ook voor kunnen zorgen dat straks als de grond open gaat en er wordt verzwaring gepleegd, dat we ook rekening kunnen houden met dat stukje emissieloos bouwen. Oké, dank je. Van binnenkomende vraag van Irene Overtoom. Die stelt onder andere de vraag van welke potentie zien jullie voor andere partijen zoals ProRail, GVB, RET om laat investeren voor bouwmateriaal eventueel te kunnen faciliteren? Jullie allebei knikken, eerst Flip, dan Tobias. Ja, ik denk dat dat een interessante zienswijze is, ook omdat daar best wel wat potentiële onbenutte capaciteit, ik zeg bewust geen restcapaciteit, maar onbenutte capaciteit binnen bestaande aansluitingen zit. De vraag is alleen ook, en dan kom je ook in een stukje juridisch vaarwater, technisch vaarwater, wat is er wel of niet mogelijk? Daar wordt achter de schermen al wel over nagedacht hoe we dat inzichtelijk kunnen maken. Dus een relevant thema en dat heeft ook aandacht. Oké. Tobias? Kan ik misschien nog aanvullen, wij weten van ProRail, ook van de trambedrijven in Amsterdam en Den Haag, en ook van het havenbedrijf Rotterdam, dat zij actief bezig zijn om dit mogelijk te maken. En het havenbedrijf Rotterdam is dan natuurlijk geen stroomnet op zichzelf, ProRail wel. En daar zijn ze gewoon heel actief mee bezig, wat natuurlijk alles werken rondom hun infrastructuur en ons zal helpen. Ja, dank je. Paul van der Linden stelt een aantal vragen, maar een daarvan is, hoe zit het met de beleverende vrachtauto's die aankomen leveren en ook weer weggaan? Hebben die ook nog een stekker nodig of een stopcontact nodig daar op de bouwplaats, Tobias? Je hebt twee verschillende soorten bouwlogistiek. Vrachtwagens die aan en afrijden, die verwacht ik niet dat die op de bouwplaats gaan laden. Die zullen op de thuisbasis laden. Vrachtwagens voor intern vervoer, zoals grondverzet. Die zullen waarschijnlijk wel op de bouwplaats moeten laden. Zoals het nu op de A1 ook al het geval is. Daar is veel bulktransport. Die auto's blijven in de buurt. Dus laden op de bouwplaats. Ja, oké. We gaan al hard in de tijd. Dus ik wilde jullie ook nog in ieder geval even een slotvraag stellen. Als je nou eens even, want we hebben de huidige situatie denk ik aardig in beeld na deze presentatie. Als je nou even vooruit kijkt in een jaar of 5 of 10, ik weet niet, kies zelf de termijn zou ik zeggen. Is dit allemaal gerealiseerd dan? Of zitten we dan nog met allerlei uitdagingen? Eerst Tobias, dan Flip. We zullen dan nog steeds met uitdagingen zitten die wel veel fijnmaziger zijn dan dat we nu bezig zijn. Ik verwacht over 5 jaar dat de netcapaciteit wel zodanig opgezwollen is dat wij niet meer die drastische problemen hebben die we nu ervaren. Maar op de andere kant is het ook gewoon een market opportunity, zeg maar. Want het stikstofvraagstuk is een wel bouwen, niet bouwen. En we willen wel bouwen, het moet soms wel. Dus gaan wij iets improviseren wat die niet aanwezige stroomkabels gaat vervangen. Ja. En dat hoop ik uiteraard over 5 jaar veel minder te zien dan dat we dat nu gewoon noodzakelijkerwijs moeten doen. Oké, Flip. Als je vooruit kijkt. Ja, ik denk dat we door de huidige ontwikkelingen, en Tobias zegt het op een bepaalde manier, al gedwongen worden om ook efficiënter creatiever te kijken naar onze energievoorziening. Waar dat nu nog als heel nieuw beschouwd wordt, verwacht ik dat over een jaar of 5 tussen aanhalingstekens mainstream is. Dus dat we al capabel zijn om op de bouwplaats heel flexibel en heel slim om te gaan met de capaciteit die er is. Of het nou veel of weinig is. Veel zal natuurlijk ook inderdaad in de business case gaan zitten. Dus ik zie een flexibele bouwplaats voor over een aantal jaar.
Als je het hebt over energie. Nou, we gaan het zien de komende tijd. Er gaat veel gebeuren, dat sowieso. Ik wilde nog eventjes jullie bedankt, Flip en Tobias, natuurlijk voor jullie bijdrage. Voor de presentatie en de antwoorden. Ook alle mensen die gekeken hebben, bedankt. We hebben over 4 weken weer een webtalk. Dus dezelfde tijd en dezelfde plek. Dus die wordt bij deze alvast van harte aanbevolen. Deze webtalk is terug te kijken op YouTube. Die zullen we vanmiddag online zetten. En verder dank iedereen en tot een volgende keer. Bedankt.